Hallo iedereen. In deze video gaan we een aantal dingen zien die de dokter gebruikt. Dus als je naar de dokter gaat, dan kan je deze dingen tegenkomen. De eerste is een stethoscoop. De stethoscoop. Daarmee kan de dokter naar je hart of je longen luisteren. De tweede is een windel. De windel. Let wel, dit zijn de Vlaamse benamingen. Het zou kunnen dat het in Nederland anders genoemd wordt, maar dit is Vlaams. De volgende is een oorspuit. Een oorspuit. Dit kan gebruikt worden om je oren uit te spuiten. Dus als je niet goed meer hoort, en dan kan de dokter zeggen van, kom, ik ga je oren uitspuiten. De oorspuit. Deze is de bloeddrukmeter. Dat is om je bloeddruk te meten. Dit is een pleister. Om op een wondje te plakken. Dit is een spuitje. Het spuitje. We gebruiken dan meestal gewoon het verkleinwoord. Dat is nu eenmaal onze manier van spreken. En maar je kunt ook zeggen de spuit. Maar ja, we zeggen wel de oorspuit. Maar bij gewoon spuit is eigenlijk een injectiespuit. Zeggen we spuitje. Dit is een gips. Het gips. Als je bijvoorbeeld je arm gebroken hebt, dan moet je arm in het gips voor meestal 6 weken. Dit is een eendenbek. Dat is om de vrouwen, de dames, onderaan te onderzoeken. En dit is een koortsmeter. De koortsmeter. Dit is de onderzoekstafel. Daar ga je op liggen om onderzocht te worden als de dokter jou wil onderzoeken. Dit zijn pleisters ook. De pleisters. Ik schrijf het in het meervoud omdat het er meerdere zijn. De pleisters. En dit is ook een koortsmeter. Dat is meestal een koortsmeter die de meeste mensen thuis hebben. En de dokter zal eerder dit soort koortsmeter gebruiken. Dus ook de koortsmeter. De koortsmeter. Dit zijn van die, ja, het is een soort hout. En dat is voor eenmalig gebruik. En als de dokter in je keel moet kijken en hij drukt dan met zo'n dingetje hier, drukt hij je tong omlaag zodat hij goed in je keel kan kijken. En dan moet je heel vaak nog A zeggen. Dus dat is een spatel. De spatels. Ik zal het ook in het meervoud zetten omdat we er hier veel zien. Dit zijn steriele doekjes. De steriele doekjes. Steriele doekjes. Om op een wonde te doen. En die zijn steriel, dus die zijn allemaal per stuk apart verpakt. En als laatste, ja, dit is geen instrument, maar het is een zalf. De zalf. Dus het is ook, ja, om op een wonde te doen of iets anders. De zalf. Zo. Ik ga ze nog eerst eventjes allemaal overlopen. De stethoscoop. De windel. De oorspuit, de bloeddrukmeter, de pleister, het spuitje, het gips, de eendenbek, de koortsmeter, de onderzoekstafel, de pleisters, de koortsmeter, de spatels, de steriele doekjes en de zalf. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.